Van harte welkom bij weer een nieuwe video hier op CVD-TV. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom bij CVD-TV, het YouTube-kanaal en het podcastkanaal voor ondernemers in Nederland. Samen met Team 5PM, het YouTube-bureau voor uitgevers en merken, maak ik de interviewserie The Future of YouTube, waarin ik praat met uitgevers en met merken over hoe zij online video en dan met name ook YouTube inzetten. En hierboven kan je de hele serie zien. We hebben al flink wat afleveringen gemaakt. Maar in deze video bij mij te gast Jelle Holdinga van Hyundai. Welkom. Dankjewel. Hyundai, dat is een automerk, hè? Dat klopt, ja. Even voor de mensen, want die autowereld die beweegt nogal, zeg maar. Hyundai, even bedrijfstechnisch. Hoe zit dat ongeveer in elkaar, zeg maar? Bij wie hoort dat? Is het Nederlands, buitenlands? Het klinkt niet Nederlands. Nee, het klinkt heel erg Aziatisch, ja, dat is het ook. Ja. In dit geval Koreaans. Ja. En Hyundai is dat betreft samen met Kia. Dus Hyundai Kia is de grote concern. En verder is het echt 100% Koreaans. Koreaanse kan het niet. Oké. En Hyundai Kia, zeg je dus, het Kia-merk valt onder hetzelfde concern. Ja, ja. Nog meer dus, automerken? Nee, dat zijn de enige twee. Oké. Okay. Ja. En jullie zijn aan het innoveren, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja. Dat kunnen die Koreanen dat kunnen wel. Koreanen zeker. Ze hebben eerst de afgelopen jaren, om het zo maar te zeggen, de bal ingehaald of het spel ingehaald. Ja. Zijn erbij gekomen en nu gaan ze drie keer zo hard gaan ze eroverheen. Ja, denk je? Ja, ja, zeker. Als ik zie wat de toekomst, wat de plannen zijn, dan is het wel een van de concerns om echt goed in de gaten te houden en voor mij om erbij te zijn. We gaan het hebben met name over marketing en dan specifiek even op video inzoomen. Wat is jouw rol binnen Hyundai? Ik ben verantwoordelijk voor het marketingcommunicatiebeleid binnen Hyundai en dan voor Nederland. Wat doen jullie aan adverteren even zeg maar, in de volle breedte? Laten we daar eens mee beginnen. Wat zit er allemaal op je bordje? Wat is de communicatie-marketingstrategie zeg maar, in een nutshell? Dat is eigenlijk net zoals elk merk of dat betreft die echt groot bezig is in Nederland, is van A tot Z dus eigenlijk massacommunicatie. Gewoon nog offline communicatie. We zien nog steeds wel gewoon dat als je tv-spotjes zet, dat je daar tenminste op de goede manier inzet, dat je dan een groei ziet in je bewegingen. Dat meten we vooral online natuurlijk. Ja. Maar wat steeds ook belangrijk wordt, is wel de volledige customer journey goed vast te zetten. Mm. En daar is online een heel belangrijk spel in. Moeilijk te volgen, hè? De journey online. De customer journey. Nou ja, het wordt steeds lachen, want we krijgen weer een nieuwe cookiebeleid en dergelijke. Precies, dus het wordt steeds ingewikkelder. Ja. Dat betreft vroeger zeg ik ook wel, of tenminste, ik zeg wel eens op de zaak van vroeger was het zo makkelijk. Een advertentietje, een radiocommissie, een tv. De helft van je geld was weg, maar je wist niet wat. Maar het was wel lekker makkelijk. Helemaal klaar. En we gaan zitten wachten in de showroom en kijken of er wel binnenkomt. Die tijd is voorbij, en dat is echt voorbij. Ja. 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 Hoeveel doen jullie nog op off the line? Zeg maar? Is dat in percentage uit te drukken? Wat je Als je kijkt daarin, is het denk ik nog wel naar zo'n 40-45%. Mm-hmm. Wat wel ingezet wordt, ja. Okay. En dan zie je wel een hele sterke richting tv, maar dat komt ook hoe de tv-markt tegenwoordig in zit. Dat is wel een beetje een doorn in mijn ogen ook, hoe dat nu gaat. Want? De markt wordt steeds krapper. Het rare is, de zendtijd gaat naar beneden, of de kijktijd gaat naar beneden en je ziet dat de prijzen dan omhoog gaan. Want je moet toch je bereik halen. Nu zijn er nieuwe spelers zoals de Lotto's en noem maar op allemaal. Nou, ja. Dat komt erin. De krap is enorm. Namelijk de gokadverteerders bedoel je? De gokadverteerders, okay, dus de prijzen drijven op. Maar enorm op. Oftewel, het wordt steeds lastiger om met dezelfde budget hetzelfde bereik te halen? Ja, sterker nog, als je kijkt, vergelijk dan met 10 jaar geleden, moet je ongeveer dubbele nu inzetten om hetzelfde resultaat te kunnen halen. En die trend die gaat door? Ja, enorm. Want je ziet dan ook dat de ster natuurlijk weer ook minder kleiner wordt. Ja. Zo gaat het maar door. Dan gaan de RTL en SBS samen, dus wat gaat dat gebeuren? Ja. Betekent dat jij uiteindelijk dat daar minder geld, dat je andere keuzes gaat maken? Ja, dus je gaat wel kijken van hoe je, als je even naar massamedia kijkt, dan ga je toch kijken van hoe moet dat anders gaan inrichten? Of je moet het anders gaan inrichten. Effectiever dus natuurlijk gaan neerzetten met je budgetten. En dan ga je ook kijken natuurlijk naar andere combinaties vooral. Zoals? Dus de combinatie bijvoorbeeld met online video, out of home is natuurlijk ook een mogelijkheid. Radio is een mogelijkheid als je nog in de offline zit. En eigenlijk ga je daarmee spelen hoe je dat zo effectief mogelijk kan inzetten. Mm. Is er nog een rol weggelegd voor de over de top, zeg maar, over de Netflix van deze wereld? Nee, daar hebben jullie niet zoveel te zoeken, nog wel. Nog niet, nee. Ik begrijp ook dat bijvoorbeeld nu, hoe heet het, van RTL, Videoland. Ja. Yeah. Dat die wel met modellen gaan komen. Dus dat zal in de toekomst wel gaan gebeuren, denk ik. Maar nog niet. Ja, of je moet product displays en dat soort dingen gaan doen. Ja, precies.
Dan is dus YouTube of online best wel een prettige plek om het een en ander te gaan doen. Volgens mij toch, als je daarmee vergelijkt. Wat doen jullie op dat gebied? Als je dan kijkt naar online video breed, dan zien we dat nu vooral in tweeledig eigenlijk. Dan doen we een verlengde van onze massamediale campagne. Dus als we gewoon offline inzetten, zetten we het ook online in. Nou, dan heb je de True Views en dat soort dingen allemaal. Ja. En vanuit de andere kant, dus als je kijkt naar de hele customer journey dan kijken we ook van mensen die echt op zoek gaan. Dus dat jij ook als zoekmedium gebruikt. Ja, de search heel duidelijk inzet. Ja. En is daar video belangrijk in? Video is zeker belangrijk in, omdat als je kijkt naar YouTube, is dat een van de belangrijkste searchkanalen waar mensen gewoon op zoek gaan. En daar kan je heel goed dus een bepaalde manier uitleg doen, in plaats van dat je met een klik naar je website en dan weer alles moet verzorgen. Mm. Dus de plekken kan je eigenlijk zo min of meer bewerken. Dus jullie zetten YouTube ook met name in als advertentiekanaal? Ja, zeker. Oké, dus oftewel de commercials draaien en dan heb ik de commercials ook als advertentie op YouTube mee laten draaien. Ja, dus inderdaad tweeledig. Dus enerzijds inderdaad, is het gewoon een onderdeel van je mass media campagne. Dus heel plat gezegd inderdaad de commercial doorzetten. Proberen soms wel wat variatie in te zetten en te kijken wat beter werkt dan voor YouTube. Maar dat is absoluut een belangrijk onderdeel. Is dat fijn van, hoe werkt dat? Want bij televisie vond ik het altijd zo lastig van, er zijn best manieren om conversie te meten, maar met 1300 tv-kastjes in de huiskamer is dat toch niet extra, maar moderne technologie. YouTube kunt natuurlijk perfect meten hoe dat de sales funnel induikt, of niet? Hoe accountable is dat dan voor jullie? Ja, dat is het probleem vaak van online inderdaad. Je kan het zo goed meten. Ja. wat is effectief? Ja. En dan doe je het heel snel niet. Nou, het is. Oh ja, is het zo slecht? Als je kijkt naar YouTube, dan kan je miljoenen views halen. Maar toch zijn vaak de kliks heel relatief weinig. Ja. Kijk, wat ik net zei, bijvoorbeeld tv, dan zien we echt wel gelijk toch een significante stijging. Dus dat is nog steeds wel echt de driver. Mm-hmm. Maar het is ook even de manier hoe je het dan in gaat zetten. Dus wat is je doelstelling erachter en hoe ga je dat doen? Mm-hmm. En vooral bij YouTube is dan wel vaak bereik de belangrijkste doelstelling. Mm-hmm. Dus daar kijk je dan eerst naar en dan koop je het in. En dan ga je even kijken, oké, wat is dan wel de doormeting? En daar kan je natuurlijk wel effectiviteitsslag in maken. Ja. Maar het is inderdaad een bepaalde manier van inkoop en hoe je daarmee ingaat. Want de funnel is nog steeds van bereik naar proefritten en auto's verkopen. Ja, dus bereiken, dan traffic en dan inderdaad naar een lead toe. En dat lead kan je natuurlijk definiëren of een proefrit of een offerte aanvraag of gewoon een bezoek. Ja. Dan kijk ik naar YouTube en als ik dan ga we hadden het net van tevoren even over. Ik rij elektrisch en dan hebben jullie tegenwoordig een best leuk autootje op de markt gezet. Hè? Ja. De Ioniq 5, echt het super tof ding, vind ik het. Maar dan ga ik op YouTube ga ik zoeken, maar dan kom ik niet op jullie kanaal, zeg maar. Dan kom ik op van alle hand kanalen. Ja. Maar dus ik heb jullie geholpen, dus ben ik maar Hyundai Nederland gaan zoeken. Ja. Toen had ik jullie kanaal. Dat is nog geen spetterend kanaal, hè? Of wel? Vind je van wel? Geen open vraag. Wat vind je zelf van het YouTube? Nee, nee, wat mij opviel. Jullie werken samen met Team 5PM, hè? Ja. Dus ik zag geen thumbnails. Ik zag allemaal hele korte video's. Met name helpachtige van de Ioniq 5 video's. Ja. Laat ik het dan open vragen. Wat is jullie YouTube-strategie voor jullie eigen kanaal? Ja, het is daarin drieledig. Het is een verzamelplatform. In instanties. Daarom zijn we er erg nog zoekende in. En we zijn toch heel erg nog van onze website. Dat onze basis is waar we het zo snel mogelijk op willen krijgen. Dus eigenlijk alles wat we eromheen doen is eigenlijk een middel om te kijken van hoe snel kunnen we in onze eigen funnel krijgen en daarmee bedoelen eigenlijk de website mee om ook, en daar de stroom door te zetten. Om ook je eigen data op te bouwen. Ja, en we zijn eigenlijk aan het spelen, aan het zoeken van hoe kunnen we de andere kanalen dat als standalone gebruiken. Dus bijvoorbeeld inderdaad ons YouTube kanaal, dus het medium YouTube. En van daaruit dan kijken van oké, hoe kunnen we dan de consument verder krijgen. Nou, en dan wat nu resulteert is inderdaad een verzameling van films en video's. Van onze commercials tot inderdaad how-to's, tot introductiefilms. Noem maar op waar alle gaatje te vinden is. Ja. En als je verder kijkt naar YouTube zelf en zegt van ik zoek inderdaad, dan hebben we natuurlijk heel veel last van gewoon autopartijen. Ja, grote magazines. Brands. Ja, precies. Ja, en die zetten erop en die hebben natuurlijk zoveel volgers of zo groot bereik. En dat is natuurlijk vrij lastig om daar
generiek tegen op te komen. Ja. Ja. En waarom hebben jullie Team 5PM ingeschakeld? Voor jullie eigen YouTube-strategie? Of? Nou ja, wij keken inderdaad van de introductie van een nieuw model. De IONIQ 5 was inderdaad ook echt een totaal nieuw model. Ja. Elektrisch rijden, echt 2.0. Dus ja. we komen met een innovatief nieuw model, waar we graag wilden vertellen vanuit het perspectief van het model zelf. En eigenlijk het nieuwigheid. Om dat proberen dat generiek vooral ook op YouTube te krijgen. Mm-hmm. Waarbij we ook vanuit gingen van oké, de pers die gaat er wel aandacht aan geven. Mensen pikken het op, willen er meer van weten. En dat willen we dan heel snel opvangen. Mm-hmm. We hebben een soortgelijk iets gehad, maar op een precies iets ander domein. Een aantal jaar geleden, toen we een van de eerste waren met überhaupt met elektrische modellen. Toen hadden we de Electric Academy opgezet. En dat ging puur over van wat is elektrisch rijden. Yeah. En nu zijn we, mensen weten het al een beetje ongeveer. Er zijn allemaal concurrenten op de markt. Ja. Dus nu willen we echt ook laten zien waar wij voor staan als merk, hoe wij het zien. En de IONIQ 5 is daar echt een belichting van. Dus je basisinvestering is natuurlijk groot, die moet de films maken. Maar je ziet daarna dat je dan inderdaad relatief gemakkelijk dan echt heel het publiek kan bereiken. Mm-hmm. En wat ik daarvoor zei, als je dan gewoon een commercial laat tonen, dan kan je heel veel views halen, maar dan is je click-through rate heel laag. Dan zie je dat de kwaliteit, de intensiteit veel hoger is. Ja. Dus we gaan zeker nu kijken van oké, kunnen we nu andere plekken kunnen kijken of daar kansen liggen en dat op te pakken. En wat ik zo mis nu na een paar jaar elektrisch rijden is, ik weet niet hoe jullie daarover nadenken, maar ik zou het zo logisch vinden als die dataverzameling ook in het voordeel van de rijder doorgaat als ik de auto heb. Want de auto is natuurlijk een computer. En ik heb soms wel eens het idee dat automerken nog steeds denken dat het een auto is, zeg maar. Met er zit dan geen fossiele brandstofmotor maar in, maar een elektrisch ding. Maar het is natuurlijk waanzinnig interessant om contact te houden met die rijder, omdat je eigenlijk gewoon een computer verkoopt. Denken jullie daarover na? Nee, zeker, zeker. Die customer journey van begin tot eind ontsluiten. Daar heb je natuurlijk, continu, we noemen dan die touchpoints, hè, dat je dan de contacten houdt. Ja. En de connectiviteit met de auto, dat was eigenlijk ook heel raar. Dat was eigenlijk al jaren geleden, had je al het Internet of Things, dat de koelkast die deed alles al en wij konden nog geen contact leggen met onze auto's. Ja. En dat is nu wel volledig ontsloten. Dus we hebben nu bijvoorbeeld ook echt op BlueLink geïntroduceerd. En dat is wel iets wat je met de Koreanen ziet. Dan als ze iets introduceren, wil ze het ook goed doen. Mm-hmm. Nou, de concurrenten waren toch al eerder met een app, maar die werkte dan niet of half of noem maar op. Wij hebben nu BlueLink en die werkt gewoon van A tot Z gewoon goed. En daar biedt heel veel mogelijkheden om daar meer te communiceren met de consument, maar ook in de benefit van de consument. En niet alleen dat je eigenlijk commercieel je e-mailtjes eruit gooit. Ja, precies. Ja. Jullie waren genomineerd voor want je zei search is belangrijk. Hè? Jullie waren genomineerd volgens mij voor een award. Is dat inmiddels al gebeurd? Dutch Search Award. Ja. Nee, het is nog onbekend. Waarom moeten jullie winnen? Nou, de sterke case is dat we hebben dus met IONIQ 5 hebben we introductiefilms gemaakt. Ja. Met 5PM. Verteld over de auto op allerlei dat zijn die manieren. Filmpjes die nu de afgelopen weken zijn gepubliceerd op jullie YouTube kanaal. Ja, daar is ook een film hebben we eraan toegevoegd. Dat was eigenlijk een beetje uit de praktijknood geboren. Is dat het ook een, hoe noemen ze dat ook weer. Maar in ieder geval dan de dame gaat echt met een cam eigenlijk, de presentator, met die auto rijden. Dus het lijkt net een beetje alsof je zelf een tester aan het rijden bent. Ja, maar heb ik gezien het filmpje. Ja. En wat het resultaat is dat we eigenlijk met uiteindelijk inzet van relatief middelen op het medium YouTube zelf echt heel goede resultaten hebben gehad. Dus er werd een hele lange kijktijd gedaan. Want de films die zijn soms wel 10 minuten lang volgens mij. En dat is gemiddeld geloof ik zelfs meer dan 5 minuten. Maar dat doe ik even uit mijn hoofd. Ja, maar kwalitatief bereik dus. Ja. En de click-through rates waren heel erg hoog. Dus de intensiteit was echt enorm. Wat we met normale commercial films echt absoluut niet voor elkaar zouden krijgen. Richting de afronding. Hè? Als we nou eens kijken naar de strategie de komende jaren. Laten we eerst eens, want ik zei in het begin al, we wilden iets meer over weten. Van als we eerst eens kijken naar de algemene strategie. En je ziet jezelf in het landschap van automerken. Maar je ziet jezelf ook steeds meer in het landschap van mobility, zullen we maar even noemen. Ja, absoluut. Ik bedoel, die Famo fietsen die gaan onderal net zo hard als de IONIQ 5, bij wijze van spreken, in de stad. hoe gaan jullie daar strategisch? Wat is jullie strategie in dat speelveld? Wij gaan echt naar totale mobiliteitsconcepten toe. En eigenlijk auto moet je bijna vergeten. Zelfs laatst hebben ze gezegd dat in 2040 geloof ik hadden ze het over dat ze nog maar iets van 25-30% eigenlijk auto's verkopen. En de rest is allemaal anders. Dat zijn mobiliteitsconcepten, connectiviteitsconcepten en noem maar op allemaal. Mm. In 2028 willen ze al iets van vliegende auto's al gaan neerzetten. Ja. Of in ieder geval zijn drones waar je in zit. En dan van hun hubs toe. De eerste pilots wel al gedaan. En
de phrase die wij nu noemen is progress for humanity. Het gaat eigenlijk dus op vooruitgang voor de mensheid. En dat is natuurlijk om ook met z'n allen de wereld beter te maken. Dus CO2-uitstoot te reduceren, ja. Noem maar op. En dat wordt op verschillende platformen gedaan. Dus e-mobility, dus elektrische auto's en dergelijke mobiliteitsconcepten. Mm-hmm. Hydrogen, waterstof, wordt heel erg belangrijk, maar dan in totaliteit. Dus niet alleen de waterstofauto's die we nu hebben. Connectiviteit en concepten erin. En waar bijvoorbeeld ook in Nederland volgend jaar gaan kijken dat de auto zeg maar onderdeel wordt van het hele circulair systeem van een woonwijk. Dus die gaat ook stroom leveren, ja. Aan huis in plaats van dat hij alleen maar trekt. Ja. Gaan jullie ook toe naar sharing-achtige concepten, ja. Met auto's? Ja, maar dan wel in eerste instantie noemen we residential car sharing. Dus in gesloten communities, daar geloven we eigenlijk heel erg in. We hebben natuurlijk free floating, zoals het heet, gehad in Amsterdam. Een aantal jaar geleden ook als een pilot. Dat was operationeel was dat wel een succes, maar dan toch omdat mensen geen binding hebben dan met de auto, dus en dergelijke. Dus de schades en dat soort dingen wel groot waren, ja. Dus wel veel dingen. Dus wij gaan vooral voor residential car sharing. Dus weer bijvoorbeeld in die woonwijken of noem maar op, bedrijventerreinen. Mm-hmm. En ook weer onderdeel maken van het ecosysteem van zo'n omgeving. En hoe denk jij dat, wat voor impact zal dat hebben op jullie communicatie en marketingstrategie de komende jaren? Wat zullen we daar voor elementen, wat zit er op je strategische agenda zeg maar de komende jaren? Ik vind het al een beetje een listig woord, maar het gaat eigenlijk meer om de storytelling. Dus dit is onze visie, die gedrag waar we naartoe willen met z'n allen en dat willen we ook echt met z'n allen doen. Mm-hmm. Dus het gaat eigenlijk los van inderdaad van het sec verkopen van de auto. Natuurlijk staat natuurlijk op korte termijn altijd het, ja. Bewijsvoering wat je op het moment hebt. En dat is bijvoorbeeld, mm-hmm. Nu de IONIQ 5 heel erg belangrijk in. Maar vooral vertellen van waar we samen willen gaan uitkomen met de visie en hoe we naartoe gaan. En daar is de consument heel erg belangrijk in, omdat we het echt voor de consument gaan doen. Echt customer-centric gaan inzetten. Je zou bijna denken dat het een mooie wereld wordt, hè? Ik bedoel, alle energiebedrijven. Ja. Als ik in de auto zit, dan iedereen wil de wereld redden. Iedereen, ja. Wil groen worden. Ja. Iedereen wil goed zijn voor de mensen. Ja. Het wordt een mooie wereld. Ja, maar dat is ook, leg ik altijd van natuurlijk, wij willen de wereld op zich redden. Maar wij willen eigenlijk het goed doen voor de individualistische persoon. Ja. Dus dat is die progress for humanity. Voor die persoon, ja. Willen we het beter maken. Ja. En dat kan heel simpel zijn door de omgeving van de auto heel fijn te maken waar je nu rijdt. Ja. En daar zit de driver in. En dan kom je vanzelf uit dat het alles mooi en groen wordt. Want dat is voor die persoon ook beter. Ja. Maar we draaien, dat betekent niet om van nou wij gaan de wereld beter maken en jij moet met ons mee, want anders gaat het gebeuren. Nee, we gaan samen, pakken we dat op. En dat is die kernpunt van Progress for Humanity. Ik wens je hele spannende en innovatieve komende jaren. En dankjewel dat we mijn gast zullen zijn. Nou, graag gedaan. Vond het heel erg leuk. En dankjewel voor het kijken naar weer een nieuwe video uit de serie The Future of YouTube, die ik samen maak met Team 5PM. En zit je op YouTube nu te kijken, blijf een paar seconden hangen. Dan krijg je twee nieuwe uit de serie te zien over een paar seconden. Heb je geluisterd naar de podcast? Dankjewel voor het luisteren. En abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal voor nog veel meer video's. Voor nu, dankjewel. Hoi. Thank you.